zitten. Er moet geknutseld worden onderweg. Ik heb een dompelaartje gekocht voor in de auto. Nou bleek dat het zekeringetje gesprongen was. Dus nu sta je even het zekeringetje aan het verwisselen. En je ziet het zonnetje schijnt hier hartstikke lekker. We hebben wel zomer weer onderweg gehad hoor. Het is nu trouwens iets van 2:30. Denk ik. Zo, het is nou de volgende morgen. Gisteren hebben we heel weinig gefilmd. Maar we zijn er. Gij gaat even postzegel halen. Want we hebben één kaart gekocht van Henk en Marjan. Die zoveel jaar getrouwd zijn. Nou, dit is het hotel waar we zitten. En nou, eigenlijk hartstikke goed. We hebben hartstikke gisteren hartstikke lekker gegeten. Hè? En vanmorgen ontbijt bevit. Lekker hoor. Nou, we zijn hier bij de lift, de zonnekopbaan. En het is hier hartstikke rustig. Maar ze zeggen dat we geen dalafdalingen kunnen maken hier al. Maar dat moeten we nog eens even bekijken. Zo, de eerste keer weer even de schoenen aan. En dan gaan we proberen. We hebben toch wel besloten om 4 dagen hier te blijven. Een klein gebiedje, maar het moet maar. Nou, we zitten er weer in. In de lift. Dat is een beetje ouderwets, hè, dit. Ja, alsof we nooit zijn weggeweest. Nee, maar ik bedoel qua lift. Ja. Stoeltjeslift in. Kijk, en hij stopt ook nog. Nou. Dit is wel leuk, hè? Dit is lekker rustig. Nou, we moeten hier wel uitkijken voor de mensen hier allemaal, want het is hier een gekhuis. Een gekhuis is het gewoon. Ontzettend. Hoe gek van die mensen. Ja. Hoe laat is het nu eigenlijk? Het is nu 10:30, denk ik. 10:30. We zitten ook nog wel in de drukste tijd natuurlijk. Ja, 10:30. Dus iedereen is net. Ga je dat probleem met instappen? Dus vandaar dat ze nou een stoeltje achter me zitten. Ik denk, nou, kan ik wel eens even doen. Ja, het is echt zo rustig hier ook. Het is onvoorstelbaar. Nou, we staan hier boven de zonnekop. En het is eigenlijk hartstikke goede sneeuw hier ook. We zijn met deze lift zijn omhoog gekomen. We gaan nu naar die hele verste stoeltjeslift toe daar. Ja. Misschien nou even naar beneden toe. Nee, dit is snel. Nou. Zo staal is het nou ook niet. Zo, hier hebben we ons broodje gegeten. Speciaal voor ons bankjes neergezet. En lekker in het zonnetje. Dat daar, dat is het enige restaurant wat er op de berg is. En het is nu tussen de middag, dus nu is het wel redelijk druk. Nou, we zitten hier nog steeds op een bankie. En het is tegen de zon in. Dit is skigebied. We kunnen niet meer helemaal naar het dal toe. Ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar naar beneden is het toch wel een beetje ijzig. Maar tot het middenstation, dat is deze afdaling hier dan. Het is eigenlijk hartstikke lekker afdaling. Prachtig mooi sneeuw. En dan kom je daar met de stoeltjeslift kom je weer uit. Hè? Lekker. Zit er te spelen met zijn snowboard. Lekker op die zon. Nou, wat echt helemaal tegenlicht. Zonnetje erop, gaat nooit goed. Zie je, heb je een bukzak, Ger? Ja, Teun. Met lippenstift. Nou, ga je weg. We gaan, vertel het maar, Ger. Vertel het maar. Vertel het maar wat we morgen gaan doen. Morgenavond gaan we naar Leg. Ga ik naar mijn zuster. Ja, ik had het nog helemaal niet verteld. Maar we zitten in Dallas. Een heel klein dorpje en het is ongeveer een kilometer of 3 rijden naar de lift toe. Zo, en nu gaan we weer
door, want we komen net uit het skigebied gedaan en gaan we nou eerst even een borreltje drinken. Zo, Ger heeft een paar broodjes gestolen bij het ontbijt. Dan moeten we heel link doen, want... Hij blijft... Want die man... Want die man die blijft rondlopen, die heeft natuurlijk in de gaten dat er van Nederlanders zijn. Zo, onze Het is weer prachtig mooi weer. Alleen die man die heeft verteld dat het hier op een gegeven moment 14 graden was het, hè? Ja. Alleen, Hé, die staat er niet op. Staat er niet op. We hebben geen dagspreuk vandaag. Geen dagspreuk. Wat eten we dan? Tomatensoep. Ja, snel. Gemengde sla, schotel. En zwijnensteek. Met spetel, kroketten en kimuzen. Moes, ook chocola. Met vruchten, ijs en zaden. Oh, ik dacht dat het fijn was. Die is de kaart aan het halen en hier is hij dus. Heb je het gevonden? Ik heb een kaart meegenomen. Goed. Ik heb ook van meegenomen. 2, 3. Zo, we zijn hier in het centrum van Leg. Nou, er zijn hier allemaal bomwampels en toestanden. 5 ja. Zag gelopen. Heb je koud? Daar weer al die lichten, er zijn staan al die sneeuwkanonnen. Kan je dat niet te dichtbij halen? Nee. Ik weet het niet, maar volgens mij is dit het hotel waar de koningin altijd zit. Dus ik kom me zo bekend voor. Dat is dan wel ook toevallig dat ik de koningin net tref. Hallo! Kijk, hier is nou die paardensleestandplaats van Gea. Zo, we liggen al voor... Oh! Dat was de kastdeur. Ja. Maar we liggen alvast in bed. Want we wilden, toen we terugkwamen uit Leg, wilden we eventjes een borreltje gaan halen. Maar het is 30:30, denk ik. Ja, 30:30. Precies 30:30. En alle stoelen stonden al op de tafels, dus. Ja. Gelukkig had ik bier meegenomen. We hebben in ieder geval nog een borreltje. Ja. Dat hadden we niks gehad. Maar het staat even koud te worden op de vensterbank. Nou, ja. Sta je weer op, hè. Ja. Ja. Ga je weer naar beneden? Ja, ik kom jou filmen. Het volgende trapje naar de tweede etage en daar is onze kamer. Wacht even. Dit is steun. Het zijn kasten. Ga nou even de sleutel, dan doe ik het open. Dit is de hal. Dit is de bibliotheek. Nou, vandaag eten we kennen. En we hebben ook weer vandaag geen spreuk van de dag, hè? Nee. Jawel. We hebben oh. Twee faxen. Er is een fax. Nou, dat gaan we vandaag maar niet uitleggen wat het is, hè? Nee, dat doen we thuis wel. Nou, we hebben vanavond gescrabbeld. En de tuin heb je het neergelegd. Nou, kijk eens hoe je net keek. Kijk eens wat jij Nee, gewoon kijk nou eens hoe je net kijkt. Kijk wat jij hebt neergelegd. Wat? Oh. Nee, dat zit ik niet in. Jawel. Nee, want dat vind ik nou gemeen. Nou, je op dat filmpje staat, dan zit ik met te lachen. En ze was zo gereinigd, jongen. Film nou eens wat jij hebt neergelegd. En toen zei ik, dat mag niet. Ja, dat heb ik niet neergelegd. Hè. Nou, wel. Niet waar. Het ligt er toch? Nee. Kijk, hij wordt er wazig van. Nou, s'avonds is hier altijd feest, dat wel. Hé? Ja. Zo, het is maandagochtend. En we hebben net alle spulletjes weer in de auto gedaan. We gaan nou onze skis nog even pakken. En dan gaan we boodschappen doen. Dat was vergeten, want ik zei dat dan gaan we ja, weer skiën. Dat dacht ik al. Maar we zien je wel. Nou, we zijn nog eventjes bij... Hè? Nog eventjes bij de Spar eventjes boodschappen doen. En dan gaan we. We gaan niet te veel kopen, hè? Brood. Oké. Oeps. Nou, ze stoppen netjes voor hem. Keurig.
tweede poging. Het is wel een aardig stijlstukje in het begin. Toch even filmen hier ook. Dit is het is nu nou rond een uurtje of 12 en het is hier gewoon echt helemaal aangestorven. Wel over een te lang lopen, maar ook ver. Hoi! Ja, er zitten er twee in de lift, dus het is hartstikke druk nu, eigenlijk. En wij? Ja. Rustig, hè? We hebben nog nooit zo rustig gehad. Ja. Nou, als ik dit zo zie, dan moet ik elke keer weer denken aan tot we in Vuurken waren. Tot we daar echt anderhalf uur voor zo'n lift hebben staan te wachten. En als je het niet dan ziet, het is echt ongelooflijk. Dan zit je weer op het grote gebied, of tenminste op de aansluitings. Ik weet niet of ik dit gefilmd heb, maar we gaan nu met de stoeltjeslift naar beneden toe. Ons laatste rakje. Want daar mag je niet meer vanaf. Kijk, ja, daar heb je de wintercamping. Nou zie ik hem pas. Ik moest het bezoeken. Nou, dat is het einde van de baan. Ik ga mijn cameraatje opruimen. Zo, we zijn al even op de omkleden geweest. En nou, we gaan nu zo vertrekken. Kijken hoe laat het is. Nou, het is nu 4:30, dus we gaan precies om 4:30 vertrekken. Nou, we gaan wel met de winterlandschap naar huis.